Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met veel bewolking over Nederland. En uit die bewolking valt gestaag regen. Het kan behoorlijk doorplenzen. Het is echt een natte boel. Nou, dat, die neerslag die trekt langzaam maar zeker wel weg. Dat zal geleidelijk aan gebeuren. En dan is het niet helemaal droog. En waar we vooral rekening mee moeten houden. is een laag drukgebied wat zich ontwikkelt. en langzaamaan onze kant op trekt. Dat laag drukgebied brengt bewolking. brengt ook opnieuw regen. op de kop. Ten noorden van ons land zelfs sneeuw. Maar het brengt bij ons vooral heel veel. Wind. Het gaat stormen morgen in de loop van de dag en er is kans op zeer zware windstoten. Het is echt weer om rekening mee te houden. Vanavond om mee te beginnen bewolking en regen. In het noorden misschien een enkele opklaring. Temperatuur een graad of uh, 10 gemiddeld. In het noorden is het iets frisser. Daar ook de laagste minimumtemperaturen vannacht 5 graden. In het zuiden 10 graden en daar blijft het regenachtig. En die neerslag breidt zich in de loop van de avond weer noordwaarts uit. In de loop van de nacht gaat de wind ook langzaam weer toenemen. En morgenochtend krijgen we dan alweer een Stevige wind langs de kust. Gemiddeld zal daar uiteindelijk een windkracht 8 komen te staan. Maar op veel plaatsen waait het aanmerkelijk harder. En zeker omdat het gemiddeld is over de hele dag. De piek ligt in de namiddag en in de avond. En dan gaat het stormen. Dit zijn de maximale windsnelheden in Beaufort die wij verwachten voor morgen. Een windkracht 9 tot 10 in het kustgebied van Zuid-Holland en Noord-Holland volle windkracht 9 op meer plaatsen en naar het oosten en zuidoosten toe zal het met de wind dan wat meevallen. Maar daar houden we ook wel die zware tot zeer zware windstoten. De meeste windstoten ook weer langs de kust, misschien wel meer dan 130 km per uur. Maar ook die 85 tot 100 km per uur in het oosten en zuidoosten zijn echt waarde om zeer... Goed rekening mee te houden. Nou, dat wisselvallige weer, dat heeft wel een eind, want kijken we naar de vrijdag, dan is het een stuk rustiger. Er valt wel een enkele bui, is dus ook aanmerkelijk minder zacht. Zaterdag ook een graad of 7. Buig en regenachtig, zelfs vooral in de middag. En zondag klaart het dan langzaam weer wat op. Temperaturen op lange termijn laten toch een wat grotere dagelijkse gang zien in de loop van volgende week. Dat betekent dat we. Tot maandag, tot en met maandag, eigenlijk met veel bewolking en periode met regen te maken hebben. En dat we daarna een wat vaker droog weertype zien. En vooral ook wat meer ruimte voor de zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.